In de nieuwste aflevering van Chateau Meiland wordt duidelijk dat Maxime Meiland, 27, zich zorgen maakt over het oppassen van haar moeder Erika, 60, op haar kinderen Wiew en Claire. De aflevering kenmerkt zich door oplopende irritaties tussen moeder en dochter, waarbij Erika graag ziet dat Maxime meer huishoudelijke taken oppakt, maar Maxime haar handen vol heeft aan de kinderen. Op een bepaald moment vraagt Maxime haar moeder om even op de kinderen te passen, zodat ze wat andere taken kan uitvoeren. Erika besluit echter om het zelf te doen, aangezien ze zichzelf niet als een geschikte oppas beschouwt en liever actief bezig is met huishoudelijke klusjes. Dit leidt tot frustraties bij Maxime, die uiteindelijk toch haar moeder overhaalt om even op de kinderen te letten, terwijl ze met Martine en Montana naar het tuincentrum gaat. Helaas verloopt deze oppaservaring niet zoals gehoopt. Maxime ontvangt een verontrustend telefoontje van haar moeder, waarin wordt gemeld dat Wiew van de trap is gevallen en huilt. Dit zorgt voor bezorgdheid en irritatie bij Maxime en haar partner Martine, die geen hoge dunk hebben van Erika's oppaskunsten. Erika legt uit dat het incident mogelijk te wijten is aan het feit dat Wiew sokken droeg tijdens het traplopen. Ze belooft echter beter op te letten in de toekomst. Maxime uit haar zorgen over de oppasvaardigheden van haar moeder en geeft aan dat ze zich ongerust maakt wanneer de kinderen alleen bij haar moeder zijn. Ze benadrukt dat Erika soms te veel bezig is met andere taken, zoals tuinwerk, en niet voldoende aandacht aan de kinderen besteedt. Gelukkig is Wiew zonder ernstige verwondingen van de valpartij gekomen. Ondertussen uiten kijkers op sociale media hun bezorgdheid over de situatie en suggereren ze dat Maxime misschien beter een oppas zou kunnen regelen. Sommigen stellen zelfs voor dat de kinderen bij Maxime's partner kunnen blijven terwijl zij afwezig is.